Verbouwing Dennenrust deel 2. Vaak krijgen we de vraag: wat kan en doen we nu nog wel? Je kunt er bijvoorbeeld kiezen om hier wel je begrafenis te houden, op de reguliere begraafplaats of op de natuurbegraafplaats. De diensten verzorgen wij ook, alleen op een andere locatie. En we willen jullie graag meenemen daar naartoe. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. We zijn hier aangekomen bij het koetshuis van de Mauritshoeven. Een prachtige locatie hier in Bilthoven. En nu in coronatijd mogen hier 65 genodigden naar binnen. Ook de catering wordt geheel verzorgd door de Mauritshoeven. Ook op deze locatie kunnen we foto's en muziek afspelen. Wij blijven dit voor u verzorgen. Dan wil ik nu graag meenemen naar locatie 2. On the road again. Just can't wait to get on the road again. We zijn nu aangekomen op lokaal 68. Een mooie locatie voor een klein gezelschap van maximaal 25 personen. Lokaal 68 is ook nog op loopafstand van Dennenrust. Tijdens de dienst kan er ook koffie en wat te eten geserveerd worden. Nancy heeft trouwens nog een erg leuk weetje. Wist u dat koningin Beatrix hier op school heeft gezeten? Als u toch kiest voor een crematie, kunnen de diensten verzorgd worden op deze twee locaties waar we zojuist geweest zijn. De crematie zal alleen wel elders plaatsvinden op een andere Dela-vestiging. Als u nog vragen heeft over diensten of over de locaties, kunt u mailen naar info-dennenrust@dela.org. Tot de volgende vlog!